klein stukje is dat. Maar ik, ja, muziek, daar ben ik mee opgegroeid. En dat ja, met beeld. En eigenlijk alle vormen van kunst, die zijn voor mij belangrijk. En ja, als je mee opgroeit, dan druk je daarmee eruit. En dat uitdrukken met kunst, dat is anders dan alleen maar met woorden. Als je met woordkunst gaat kijken, dan ga je naar het toneel kijken. Maar toneelspelers, sommige mensen denken dat het liegen is, maar dat is geen liegen. Het is een kunst om te leren acteren. En ja, wat is mij overkomen? Tot op een gegeven moment mijn hart gebroken was. En toen ging ik dus een hartenproject doen. Want een gebroken hart is vervelend, hè. Dat is gewoon heel lastig, want dan moet je gewoon zorgen dat je iets doet om het weer beeld beter te maken. En dat heb ik gedaan. Ik ben, ik zat in Zoetermeer en ik kreeg van de gemeente Zoetermeer een heel groot atelier, gratis en voor niks. En toen ben ik gaan kijken naar de hartkrans, naar mijn hart, naar de binnenkant van mijn hart. En daar is de krant uitgekomen, een heel project met internationale kunstenaars, met Tata Mirando, met Nello Mirando, vriend van mij. Allemaal kunstenaars, die, internationaal. En die hebben met elkaar geëxposeerd. Deze krant mag je deze keer gratis meenemen. Om eens een indruk te krijgen, in 2003. Uiteindelijk heeft mij geleid tot, wat is werkelijke liefde? En dat is God. En dat is eigenlijk heel kort. En dat, daar ben ik helemaal in doorgegaan. Ik heb mensen opgezocht die met het geloof bezig waren. Bijvoorbeeld deze meneer, Pieter Linde. Dat is een man die is nu al overleden, maar hij is een vriendje van mij geweest. Ik ben Jozef van den Bergen, een poppenspeler, gaan opzoeken. En ja, dan nog meer, veel meer wat ik kan vertellen. Oké, het is een kort wat ik ben.